Het lugubere drama van de onthoofde Nabil Amzib is je vast niet ontgaan. Vandaag is er een stille tocht georganiseerd door familie en vrienden vanaf het Museumplein tot aan de Shisha Lounge. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Ik weet niet, nooit. Ik heb gehoord van hem dat hij is crimineel. Nabil was echt een goeie jong. Lief jong. Ik weet niet waarom dit gebeurt. Mag niet gebeuren. Wat weken wij van hem kennen, hij is geen crimineel. Dit is misschien gewoon een waarschuwing geweest voor anderen, maar hij is geen crimineel. Hij was mijn allergrootste broer. Wat vind je van een stille tocht voor een crimineel? Ik ben zelf niet zo van de stille tocht. Ik ben er tegen, zoiets, gewoon schandalig. Dat wordt georganiseerd? Ja, ik vind het verschijnsel van de twijfelachtig. Ze doen het zichzelf aan, ze weten dat er iets kan gebeuren. Dus dan zou ik zeggen, nee. Het is heel veel eer voor iemand die crimineel is. Dat vind ik wat lastig. Hij was een goede jongen.